Hoi, leuk dat je weer kijkt naar Thuismuseum. Ik ben Roos en daar achter de camera staat Hanna. En we zijn hier vandaag op een hele bijzondere plek. Een beladen plek ook wel. En extra bijzonder in het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren. We staan in Brabant, in Kamp Vught. En als historici vinden wij het toch wel extra bijzonder om in zo'n jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren en er allerlei projecten rondom de Tweede Wereldoorlog worden georganiseerd en waarin wordt gekeken hoe de Tweede Wereldoorlog nog steeds doorleeft in het heden, om dan terug te gaan echt naar zo'n plek die in de geschiedenis zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Dus ja, wij nemen jullie daar vandaag heel graag mee naartoe. Kamp Vught, hoe zat dat ook alweer? Je ziet het hier. Het is een maquette van het hele kamp. En Kamp Vught was een concentratiekamp. Anders dan bijvoorbeeld Amersfoort of Westerbork, wat echt doorgangskampen waren. De SS had behoefte aan meer ruimte, want ze konden de toenemende stroom aan gevangenen niet meer aan. En daarom werd Kamp Vught opgebouwd. Daar begonnen ze mee in 1942. En toen in januari 1943 kwamen hier de eerste uitgehongerde gevangenen vanuit Amersfoort. Het kamp was toen nog niet af, dus gevangenen moesten helpen om dit kamp af te bouwen. En de omstandigheden waren echt heel slecht. Dus in die eerste maanden zijn er hier echt al heel veel mensen overleden. Wat voor aantallen gevangenen moet je dan denken? Er zaten van januari 1943 tot september 1944 zaten hier 32.000 gevangenen vast in Kamp Vught. Waarvan 12.000 Joden, maar ook andere verzetstrijders, politieke gevangenen, zwervers, Sinti en Roma. Die zaten hier allemaal en die moesten hier dwangarbeid verrichten. En daar zijn er ook duizenden weer van verder getransporteerd. Dit stukje waar we hier nu staan, daar staan we, waar we staan in een maquette, daar staan we ook echt. Je ziet hier deze wachttorens en die zien we ook daarachter. En dit hele terrein is een kilometer lang. Echt enorm en 350 meter breed. En hier bijvoorbeeld, dit is de gevangenis van toen en die is er ook nog steeds daar. Over de muur kunnen we helaas niet laten zien, maar daar in de verte zie je een antenne en daar is die gevangenis. En in september 1944 werd dit hele terrein dus ontruimd. Na de aankomst van de geallieerden kreeg het terrein eigenlijk snel weer een nieuwe bestemming. Het leger nam er intrek. Dat is hier zo. En ook dat gedeelte wordt nu nog steeds gebruikt door het leger. En verder werden er duizenden van collaboratieverdachte Nederlanders werden hier gevangen gezet na die bevrijding van dit kamp. En waar ik nu sta, dit is de appelplaats, of dat was dat vroeger. Hier konden echt 5000 mensen staan. Echt zo gek om te bedenken. Nou ja, en nu op deze plek. Is er een deel van het kampterrein is nagebouwd. Daar is een barak die echt nog daaruit ziet als hoe dat toen was. Het crematorium staat er nog. En dat is toch wel heel bijzonder om daar doorheen te lopen. En aan deze kant is het herinneringscentrum. Een nationaal monument Kamp Vught. En daar gaan we jullie vandaag graag mee naartoe nemen. We gaan jullie wat objecten laten zien die op zichzelf best wel dagelijkse objecten lijken. Maar door het verhaal erachter en het feit dat ze hier gebruikt zijn, geeft die verhalen toch wel, die objecten een hele andere lading. Dus we spoelen hem even door en dan gaan we naar binnen naar de expositie. Expositie en een beetje alsof je echt aankwam als gevangen in dat kamp. En dat kon om heel veel
verschillende redenen zijn. En als je hier dan aankwam, het eerste wat je kreeg als gevangene was een kamppak. Die zien we hier liggen. De mannen kregen een streepjespak, zoals deze hier. En de vrouwen kregen een blauw overal, die zien we hier liggen. Verder werd je naam werd een nummer. Ja, eigenlijk alles was bedoeld om ja, te dehumaniseren, te ontmenselijken. Je kreeg een driehoek ook op, eigenlijk een soort categorisering. De rode was bijvoorbeeld voor een verzetstrijder, is het waarschijnlijk geweest. Joden kregen een gele driehoek. Echt zware criminelen kregen een zwarte driehoek. Roma en Sinti kregen een bruine bijvoorbeeld. Ja, en zo kwam je binnen. Je had je naam niet meer, je was een nummer. En dan begon dat leven in het kamp. En hier in het... Dit gedeelte van de expositie gaat het over het werken in het kamp. En daar zien we dit object, een knijpkat. Waarom moesten de gevangenen werken? Waarom ze moesten werken? Ja, om bezig te zijn ook. Voor de Duitsers, toch? Voor de... Ja, voor de oorlogsindustrie. Ja. Dat was, in het begin was het vooral een concentratiekamp om eigenlijk al die bevolkingsgroepen die tegen het naziregime zouden zijn, te onderdrukken. Maar vooral in de latere oorlogsjaren moest er ook steeds meer aan de oorlogsindustrie gewerkt worden. Daardoor kwam er bijvoorbeeld een vliegtuigsloperij, maar ook werkplaatsen bijvoorbeeld van Philips. En daar heeft deze knijpkat mee te maken. Het is een origineel, een hand aangedreven zaklampje. Die werd dus in die werkplaats hier gemaakt. En ook radio's bijvoorbeeld. Ja, en toen Philips werd gevraagd om die werkplaatsen op te zetten, hebben ze eerst nog wel flink geaarzeld. Want ja, je helpt natuurlijk wel mee aan het naziregime eigenlijk. Mm-hmm. Maar ze konden wel bepaalde voorwaarden opstellen. Zij konden bepalen wat voor werkzaamheden er werden verricht. En ja, ook die omstandigheden een beetje verzachten. Zo was er elke dag Philips-prak noemden ze dat, extra voeding, bijvoeding. Je mocht post ontvangen waarmee extra voedsel werd gestuurd. Er stond muziek aan op de achtergrond tijdens het werken. Mensen mochten zingen. Ik heb ook wel documentaires gezien waarin je dan getuigen hoort vertellen over dat werken in de Philips-werkplaats. En je ziet een soort van lichtpuntje in hun ogen als ze daar aan terugdenken. We moeten het natuurlijk ook weer niet te rooskleurig zien. Want ja, die onzekerheid waarin de gevangenen leefden, die was natuurlijk enorm. Er kon elk moment een trein aankomen of een goederenwagon. En dan werd jij of je familie weer verder getransporteerd. Ja. En als je nu achteraf naar Philips kijkt, wordt dat dan... Ze hebben natuurlijk geholpen, maar ze hebben ook de Duitsers geholpen. Hoe worden zij dan gezien? Ja, toch nog best wel eigenlijk positief. Want als Philips het niet deed, was er misschien wel weer een ander bedrijf wat het in slechtere omstandigheden deed. Dus ze hebben er wel echt alles aan gedaan om die omstandigheden zo goed mogelijk te maken. Dit bijvoorbeeld was een van de werkzaamheden die ze dan verzonnen. En, want hoe bedoel je dat ze verzonnen? Ja, de gevangenen die moesten al deze delen moesten ze gaan sorteren. Ja. Dat was een van hun bezigheden. En aan het einde van de dag zat het dan allemaal gesorteerd in deze bakjes en werd het hop weer van tafel gegooid, zodat ze de volgende dag opnieuw konden beginnen. Ja, best nutteloos werk, maar je bent wel bezig. En ja, als je bezig bent, hoef je niet minder kans om meegenomen te worden weer op transport. Ja. Dus wordt wel positief tegen Philips aangekeken. Gaan we naar een ander object wat eigenlijk net als die knijpkat een veel groter verhaal van de oorlog vertelt. En hier liggen namelijk krijtjes. Deze krijtjes hier waren van Betje Bloch, een Joods meisje. En zij gaf deze krijtjes aan haar buurmeisje om te bewaren, zodat ze ze weer terug zou krijgen als ze weer naar huis zou komen, zo dacht ze. Ze heeft haar naam er ook opgetekend en je ziet allemaal Davidsterren. Maar deze Betje is op kindertransport gezet naar Sobibor en... niet meer teruggekomen. Die krijtjes heeft ze nooit meer teruggezien. En dat geeft, zo'n onschuldig voorwerp, daar ga je toch wel heel anders naar kijken als je dit verhaal daarachter hoort. Want Kamp Vught is wel berucht om twee kindertransporten. In juni 1943 werden alle kinderen opgeroepen om
op transport te gaan naar een speciaal kinderkamp in de buurt. Dus op 6 juni werden alle kinderen van 0 tot 3 meegenomen samen met hun moeder. Een dag later de kinderen van 4 tot 16 met vader of moeder of niet. Alleen met broertjes en zusjes samen. Met het idee naar dat kinderkamp te gaan, werd er gezegd. Maar ze zijn allemaal naar Westerbork vervoerd en vervolgens naar Sobibor in Polen. Ja, en dan kijk je toch gewoon zo anders naar die krijtjes als je dat er allemaal achter weet. Ja, en er is ook nog een monument in het kamp, toch? Er staat nog een heel mooi monument hier wat herinnert aan die kindertransporten. En daar nemen we jullie straks ook graag nog even mee naartoe. En dan hier zo zien we dit stilleven, gemaakt door Johan van Zweden. En hij maakte stillevens in opdracht van de kampcommandant. Nou dacht ik meteen van, waarom zou een kampcommandant stillevens willen hebben? Maar daar zit dus wel een interessant verhaal achter. Deze Johan van Zweden, de kunstenaar, was voor de Tweede Wereldoorlog ook al kunstenaar. Toen begon de Tweede Wereldoorlog is hij in het kunstenaarsverzet gegaan. Hij vervalste bijvoorbeeld persoonsbewijzen en voedselbonnen. Omdat hij kunstenaar was, kon hij dat zo goed. Maar is opgepakt, hier in kamp Vught gezet. En daar lukt het hem dus om een atelier op te zetten. Op een dag doet zich een unieke kans voor. Tijdens het appel moeten de zogenaamde lettermaler zich melden. Nou, hij doet dat, want hij is kunstenaar. En een dag erna begint hij met schilderen van allemaal van die bordjes. Zoals verboden te fotograferen of linksaf of rechtsaf, verboden toegang, dat soort dingen. En dat doet hij zo gemakkelijk uit de losse pols, omdat hij kunstenaar is. Dat maakt indruk. En dan krijgt hij steeds meer schilderopdrachten van de kampcommandant en andere leiders hier. Zo maakt hij bijvoorbeeld een bloemstuk voor als eerste prijs voor een schietwedstrijd die hier gehouden werd. Hij maakt portretten van de vrouwen, kinderen en hond van de kampcommandant. Hij maakt ook portretten van andere gevangenen. Nou, dat valt allemaal heel erg op. Dus hij mag in een leegstaande barak een atelier opzetten waar hij samen met andere kunstenaars gaat schilderen. Op een gegeven moment komt er dan een andere kampcommandant. Moet het atelier moet weg. Ze moeten ook gaan werken in die werkplaats van Philips. En ook daar ontdekken ze zijn tekentalent. Hij mag in de tekenkamer gaan werken. Totdat hij uiteindelijk naar Dachau wordt vervoerd. Daar is hij wel bevrijd trouwens. Ja, en die Johan van Zweden die deed dat eigenlijk wel slim. Hij maakte wel gebruik van dat zijn werk in de smaak viel. En ik heb zelfs ergens gelezen dat hij het voor elkaar kreeg om zijn eigen verf in Den Bosch te mogen kopen. Wel onder leiding van bewakers. Maar daar lukt het hem dan om in een winkel zijn vrouw en kinderen te ontmoeten. Ja, en die bewaker wist daarvan, toch? Die wist dat wel, ja. Dus maar die liet het toe. Die liet het toe. Die gunde het hem. Wel een mooi verhaal. En dan hebben we hier nog het laatste object te willen laten zien. Deze zakdoek. En dit is het origineel. Dit is het origineel. En dit is een replica ervan. Echt precies nagemaakt zoals die daar. En deze zakdoek komt uit een pakket van het Rode Kruis. Die stuurde voedselpakketten naar de gevangenen met kerst bijvoorbeeld. En daar zaten dan deze rode zakdoeken in. En ja, je ziet allemaal namen die erop geborduurd staan. Het was eigenlijk een soort van vriendenboekje. Vrouwen in het vrouwenlager, het vrouwenkamp, gingen samen borduren als een soort, ene soort tijdverdrijf. Maar ook wel om een soort troost te zoeken. En samen te borduren geeft dan toch een soort kracht. En ja, wel mooi om te zien hoe mensen dan in moeilijke tijden daarmee omgaan en samen zo'n bezigheid vinden. Ja, ik vind het wel echt bizar dat al die namen die hier dan opstaan, dat die vrouwen gewoon hier in kamp Vught hebben gezeten. Ja. Zo. Ja, we hadden het net al over dat kindergedenkteken. Gaan we naar buiten. Dan kunnen we jullie dat nog laten zien. In kamp Vught wordt dus die herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en aan de slachtoffers verteld. Maar tegelijkertijd
ja, dit herinneringscentrum ook heel, heel mooi zien hoe het verleden nog steeds doorwerkt in het heden. En dat is, ja, dit wel mooi om even te laten zien. Dit was, ja, platen uit een monument op de Fusilladeplaats die in het bos staat. En in de jaren 90 zijn deze beklad met wat was het? Teer. Met teer. Ja, en dit is eigenlijk weer een soort monument van een monument. Ja, want het was niet meer te herstellen, toch? Nee, het is niet meer te herstellen. Dat kon er niet meer van. Nee, hier zit het er allemaal op. Over al die namen heen van verzetstrijders die daarop stonden. En dat zet ook wel heel erg aan het denken over hoe we vandaag de dag omgaan met vooroordelen, discriminatie, racisme. We kunnen het nu helaas niet laten zien, maar hier binnen word je echt aangespoord om, ja, te reflecteren en na te denken van hoe zou jij in dat soort situaties daarmee omgaan. En die koppeling, ja, dat zet je echt aan het denken. En het is denk ik ook wel heel belangrijk dat we dat zo blijven doen. De Tweede Wereldoorlog ligt natuurlijk steeds verder achter ons, waar kinderen eerst de verhalen hoorden via hun opa's en oma's bijvoorbeeld. Ja, gebeurt dat natuurlijk steeds minder. Er zijn steeds minder getuigen over. En ja, daarom denk ik des te belangrijker om die verhalen wel te blijven vertellen. Ook omdat het nog wel doorwerkt in het heden. Dus dat, ik hoop dat je dat snel zelf ook kan ervaren. Je ziet het daar al in de verte. Dat is het kindergedenkteken. Laten we nog even doorspoelen daar naartoe. En dan kunnen we daar afsluiten. Gedenkteken waar die kindertransporten worden herdacht. En je ziet hier al die namen van kinderen die mee zijn genomen. En zo jong. Ja, zo jong. Echt 4 maanden. Ja. En het is wel een mooie symbolische gedachte erachter. Die namen die zijn eigenlijk uit het materiaal gehaald van de kinderen zijn er ook niet meer. Dus hun namen ook niet. En, het bedje zat er denk ik ook op, toch? Van ja, het bedje krijtjes. Blog. Even kijken hoor. Hier zo. Bedje Blog, ja, 11 jaar. Die krijtjes bij de buurmeisje heeft achtergelaten. Ja, gek. Maar wel heel mooi om dit hier zo te blijven herdenken. Dus ik hoop dat we jullie door deze objecten te laten zien en die verhalen erachter hebben kunnen meenemen. En daardoor hebben kunnen laten zien dat die objecten zoveel meer vertellen dan wat je op het eerste gezicht misschien zou denken. Leuk dat je hebt gekeken. Wil je het Nationaal Monument Kamp Vught steunen, dan kan dat door te doneren via onderstaande knop. En dan zie ik je graag bij volgende Thuismuseum. Doei!